Het wetsontwerp voor de herindeling van onder andere Leeuwarden en Leeuwarden-Radeel is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Nu de Eerste Kamer het wetsontwerp goedgekeurd heeft, kan de herindelingwet worden gepubliceerd. De rest van het jaar bereiden de 7 gemeenten de fusies verder voor. Op 22 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Zuidwest-Friesland. Deze gemeenteraadsverkiezingen zijn vervroegd, zodat begin volgend jaar de gemeenten van start kunnen met een nieuwe gemeenteraad. Het wetsontwerp voor de herindeling van onder andere Leeuwarden en Leeuwarden-Radeel is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Nu de Eerste Kamer het wetsontwerp goedgekeurd heeft, kan de herindelingwet worden gepubliceerd. De rest van het jaar bereiden de 7 gemeenten de fusies verder voor. Op 22 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Zuidwest-Friesland. Deze gemeenteraadsverkiezingen zijn vervroegd, zodat begin volgend jaar de gemeenten van start kunnen met een nieuwe gemeenteraad. Donderdag 13 april vindt de 7e editie van The Passion plaats in Leeuwarden. Gisteren werden al enkele beelden met de hoofdrolspelers opgenomen in het Cambuurstadion. Dwight Dissels, bekend van The Voice of Holland, vertolkt de rol van Jezus. Hij was niet eerder in Leeuwarden geweest. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben voor het eerst in Leeuwarden. Echt? Ik ben onder de indruk dat het zo'n mooie stad is eigenlijk. Ik heb niet heel veel te missen. We zijn niet in de stad geweest, maar wat ik heb gezien was heel mooi. En ook heel veel historie. Dus ik heb me wel een beetje verdiept in de stad en wat de historie en de geschiedenis is van de stad. En natuurlijk Elske, die ons heel veel vertelt en ons ook Friese woordjes leert. Dus moet niet vragen, hè? Anders val ik door de mand. Maar het is inderdaad heel, heel mooi om toch een keer in Friesland geweest te zijn. Ja. Elske de Wal speelt Maria. Ze kreeg het nieuws te horen toen ze in januari op rondreis was in Amerika. Ze gaat proberen een eigen invulling aan de rol te geven. Nou, ik denk wel, dat hebben we met het team natuurlijk ook wel overlegd, wat voor Maria wil je zijn. En dat hangt ook heel van de liedjes af natuurlijk die ik ga spelen. En dus daar is wel ruimte voor eigen interpretatie. En dat ga ik wel proberen. En Maria is natuurlijk een iconisch figuur, dus dat heeft ook wel een bepaalde sfeer, wat het moet hebben. En daarbinnenin kun je daar wel iets van jezelf inleggen, ja. Roel van Velsen kruipt in de rol van Judas. Hij heeft zich al goed verdiept in de rol. Nou ja, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf, doordat je erover leest en dat je ook, je probeert je er ook wel in te verplaatsen. Kijk, iedereen maakt wel eens beslissingen die eigenlijk die vooral goed zijn voor zichzelf en niet voor het grotere plaatje. Dat is een van de dingen die je op jezelf kan betrekken. Dus. Combineert met het feit dat we nu in het decor lopen hier in Leeuwarden en er een hele overtuigende Jezus tussen ons loopt. Dat vind ik echt, Dwight doet het fantastisch. Echt heel, heel veel respect voor. Door het decor nu tot leven komt en de liedjes en de camera's en het licht. En ik begin het ook echt nu te voelen en te geloven. De combinatie van de voorbereiding en nu het feit dat we hier zijn en het gebeurt en iedereen zijn ding doet en de regisseur en de producties heel goed weten wat ze willen, dat zorgt ervoor dat het vanzelf eigenlijk gaat. En dat je niet een soort acteren wordt, maar meer een soort reageren op de situatie. Eigenlijk moet je vergeten dat de camera's er zijn en gewoon moet je gewoon je gedeelte van het verhaal spelen. Dan wordt het beste. Morgenavond treedt Cambuur aan tegen FC Den Bosch. De manschappen krijgen de mogelijkheid om de goede reeks van afgelopen weken in de competitie voor te zetten. Cambuur kan zich revancheren voor de tegenslag eerder dit seizoen tegen de ploeg uit Brabant. De verliespartij betekende destijds het einde van het dienstverband van trainer Rob Maas en technisch directeur Henry van der Vecht. De ploeg wist zich na de uitschakeling in de KNVB-beker uitstekend te herpakken door met 3-0 van Achilles 29 te winnen. Tegenpartij Den Bosch wacht al een maand op een overwinning. De Bossenaren wisten de afgelopen 5 wedstrijden niet winnend af te sluiten, waardoor de krachtmeting tegen Cambuur een aangelegen moment zou kunnen zijn om zich te herpakken. We spraken Sipke Hulshoff, Martijn Barto en Jamiro Montero. Nee, zeker, hè. Wij hebben daar met 3-1 verloren. In mijn optiek hadden we die wedstrijd ruim moeten winnen. Vooral voor rust hebben we kans op kans gehad.
En dan hebben we het niet over de revanchegevoelens gehad van over die wedstrijd. Natuurlijk willen we morgen winnen van Den Bosch. Maar wij zitten dit, denk ik, op dit moment in een hele andere periode. Hè. Toen vooral in de uitwedstrijd hadden we het heel erg lastig. En dat hebben we nu wel een beetje om kunnen draaien. Dus nee, wij gaan morgen gewoon vol voor de winst tegen Den Bosch. Ja, wat toen de manco was, hè, niet kunnen scoren eigenlijk, dat gaat nu al van een laaien dakje. Nee, zeker. Als je vooral de thuiswedstrijd er even bij had. Nou, Fortuna nadeel was 1-1, maar 3-0, 3-0, 4-0. Dus als we morgen dat rijtje door kunnen trekken, dan zijn wij zeer tevreden. Nou, je zegt al een paar keer de 0, de 0, de 0. Hoe tevreden ben je daarover? Nee, dat gaat heel erg goed. Hè? Of we nou 4-3 spelen, of met 5-3-2, of 3-1-4-2. Wij kunnen uitstekend op de 0 spelen. Hebben we ook tegen AZ laten zien, zelfs in 120 minuten. En ik dacht met de oefenwedstrijden bij dat we van de laatste 12 wedstrijden 8 keer op de 0 hebben gespeeld. Dus dat zegt ook wel iets over van hoe de achterhoede op dit moment staat te voetballen. Het andere kant is dat we ook prima druk zetten met onze voormaatsen. Dus waardoor ook onze verdedigers minder in de problemen komen. Nou wordt er niet alleen de team wordt geprezen, maar ook individuele spelers. Montero krijgt als het goed is morgen de bronzen stier. Maakt dat jou daar ook trots? Ja, natuurlijk ben ik dat, op dat mannetje. Hij doet het uitstekend. Hè. Dat heeft hij ook bewezen. Hij is vanuit de belofte hier in de eerste helft al gekomen. Hij heeft ook vorig jaar in de Eredivisie laten zien dat hij een hele goede speler is. Hij ontwikkelt zich nog steeds door. Hè. En er zijn natuurlijk is er altijd ruimte voor nog meer stappen. Maar ik ben er heel erg trots op dat hij morgen die stier in ontvangst mag nemen. Nou, tot slot de opstelling. Wij starten morgen met Harm op de goal, Harm Seinstra, rechtsback Jordi van Delen, centraal Omer El Baard met Robert Schilder, links Marvin, middenveld met Erik Bakker, Sander van der Streek en Jamiro en voorop met Barto, Tariq Tisoudali en met Jeji Hoefdraad. Ja, persoonlijk is dat super fijn, maar ik denk dat iedereen sowieso ook blij voor mij is en persoonlijk ben ik ook heel erg blij en het geeft mij super veel vertrouwen. Dus dat is een teken dat ik eigenlijk goed bezig ben eigenlijk. De bronzen stier is een onderdeel van de gouden stier, hè, voor de beste speler van de eerste divisie. Wil je daar ook nog voor gaan? Tuurlijk, zou mooi zijn als ik dat ook zou kunnen winnen. Maar eerlijk gezegd ben ik daar niet echt mee bezig, maar het is wel wat als je dat dan ook gewoon wint. Nou wordt het vanuit Cambuur ook gewaardeerd, hè, want je contract is gelicht, zoals dat zo heel mooi heet. Ben je daar tevreden over? Of zeg je van nou, ik had eigenlijk wel wat meer erbij willen hebben of zo? Ja, ze hebben mijn optie gelicht. Maar zelf voel ik ook dat ik klaar ben voor een stap hoger. Dus het is allemaal afwachten gewoon. Je zou eventueel een stap hoger willen en dat kan met Cambuur of wil je echt naar een andere club? Ja, als ik naar een andere club zou kunnen gaan, is dat ook voor mij mooi om extra dingen te leren dan bij een andere club bijvoorbeeld. En moet het dan in de Eredivisie zijn of mag het ook buitenland zijn? Ja, het liefst in de Eredivisie natuurlijk. Het liefst ga ik naar de Eredivisie en buitenland. Daar denk ik later wel over. Nou. Okay. Nou, morgen in de basis weer tegen Den Bosch, tenminste dat vertelde de trainer. Daar verloren jullie met 3-1, maar dat had bij de rust met 6-0 moeten zijn, volgens mij. Speelt er dan ook nog een bepaalde revanchegevoelens richting Den Bosch of bekijk je de wedstrijd op zich? Ja, ik kijk die wedstrijd gewoon op zich. Sowieso een revanche. Ik denk dat we wat goed te maken hebben. En vooral morgen spelen we dan thuis. En ik denk dat we deze wedstrijd gewoon moeten pakken. Belangrijk voor de stand, als je deze wint en maandag ook tegen Os, de Brabantse clash eigenlijk maar. Normaal zijn ze altijd tegenstanders van elkaar. Mocht je dit weekend 6 punten pakken, ja, dan kan die 5e plaats eigenlijk ook al niet meer mis. Hè? Zeker, zeker. Ik denk dat we het morgen gewoon moeten winnen en maandag ook gewoon. We zitten in een goede flow, dus het moet wel goed komen eigenlijk. Ja, bedankt. Dat betekent een beetje dat je langzamerhand gaat weer uitgroeien na Johan Abma en Jan Bruin, Mr. Cambuur. Doet dat ook nog iets met je? Nou, als ik me niet vergis, heeft sowieso Johan heel wat meer wedstrijden gespeeld dan dat ik heb gespeeld. Dus in dat opzicht kom ik daar lang niet bij. En Jan die heeft ook verschrikkelijke waarde gehad voor deze club in positieve zin. Dus daar wil ik me niet mee meten. Maar ja, dat je op dit moment al heel wat wedstrijden heb gespeeld voor de club. Dat is mooi. En we hebben mooie dingen meegemaakt. We hebben minder mooie dingen meegemaakt. Maar als je de balans een beetje opmaakt, dan denk ik dat we tevreden kunnen zijn. Nu heb je al 10 doelpunten achter je naam dit seizoen. Heb je daar ook nog een persoonlijke doel in? Je hebt nog 9 wedstrijden in de normale competitie. Hoeveel moeten er nog bij? Nou, mijn doel heeft niks te maken met doelpunten. En ik heb ook al vaker aangegeven wat mijn doel is. En ik denk ook van alle jongens bij ons in het team, wij willen promoveren. En dat alleen telt? Ja, dan of je er dan 1 maakt of nog 20, dat doet niet de zaken. Het gaat erom, wat ik zeg, dat we volgend jaar weer in de Eredivisie spelen. Dat is het belangrijkste.
En of dat nou gebeurt met sprankelend voetbal, zoals de laatste tijd gebeurt. MVV, Dordrecht, vergeet ik nog een club. Dat was fantastisch mooi voetbal om naar te kijken. Waar je ook volgens mij boven jezelf uitsteeg, lijkt het soms wel eens. Is dat nog een doel op zich of gaat het nu echt alleen maar om de promoties? Dus puur de punten? Nee, we moeten ook goed voetbal laten zien. Het is niet de bedoeling om hier, maar ook uitwedstrijden, alles met 1-0 te winnen. We willen mooi voetbal laten zien en het geeft onszelf ook vertrouwen. Het is leuk voor de supporters om naar te kijken. En we moeten op die manier play-offs veilig stellen. En als je met goed voetbal dat doet, dan geeft dat ook vertrouwen richting de play-offs. Dus nee, het is niet de bedoeling dat we alles nu lelijk af gaan handelen. We willen gewoon goed voetbal, het liefst met veel goals en dat meenemen richting de play-offs. Nou verloren jullie in Den Bosch met 3-1. Eigenlijk onterecht, hè, want hadden we rust eigenlijk 6-7-0 moeten staan voor Cambuur. Zit daar nog een soort van revanchegevoelens richting Den Bosch of zoek ik dat weer te ver? Nou ja, als je een keer hebt verloren van een eerste divisieclub, dan wil je zorgen dat dat zeker niet in hetzelfde seizoen nog een keer gebeurt. Dus het lijkt me duidelijk dat wij wat recht te zetten hebben. We zaten toen in een fase waar meerdere dingen verkeerd gingen. Daar zijn we gelukkig uit. We doen het gelukkig weer heel erg goed de laatste tijd en we willen die lijn doortrekken. En dat betekent dat we ook willen winnen van Den Bosch. We'll be right back.